Jullie zijn samen de zendelingen? Vertel daar een keer iets over. De zendelingen, dat is eigenlijk een uitzendbureau voor kunstkritiek. Dat is iets wat andere mensen niet mee bezig zijn. Het hangt in de lucht. We merken dat daar nood is aan een kunstkritiek waar meer dialoog is tussen makers, critici, toeschouwers en die een beetje hipper is en op sociale media kan gedeeld worden. Daar willen wij voor staan. Als wij jullie tegenkomen, moeten we een beetje schrik hebben. Nee, zeker niet. Na de voorstelling kunt je plaatsnemen in een biechtstoel. En dat is eigenlijk even gezellige zetel als deze hier. Ja. En dan kunt je praten met een sympathieke man of vrouw, een expert over de voorstelling. En stiekem nemen wij dat dan op en wij maken daar achteraf een podcast van. En waarom zijn jullie hier op TAS? Om dat te bekend te maken? Of? Het project waar we op het theaterfestival eind deze maand echt mee gaan starten met al die concepten uit te voeren, willen we een beetje startbudget voor verzamelen. We vragen niet zomaar dat mensen geld storten. Nee. We hebben een aantal leuke dingen in ruil. En dat is? Bijvoorbeeld, als je 50 euro stort voor de zendelingen, dan regelen wij dat helemaal. Dat jij met Wouter Hilaert of met Evelien Koesens misschien, met Liv Lavijne, maar ook enkele Nederlandse critici die zich al geëngageerd hebben om dit te doen, naar het theater gaan en achteraf bij Pot en Pint kunt nababbelen. En een andere reward die je kan krijgen als je ons sponsort is de originele tekening van, die je daar nu al ziet, van ons beeld. Hier zit een camera in, dus ik film u nu. Ja. Oh, fantastisch. Ja. Oh, en ben ik in die eer? Ja, ja. Toch kan, als ik dat nog mag zeggen. Ja? Als ik nu tegenkom met een bril dat ik mezelf niet meer ben, hè? Dat ik ineens anders begin te doen, omdat ik denk, wat gefilmd. Ja. Is dat dan oké? Dat is helemaal oké, ja. Daar doet jij dan iets mee. Jij photoshopt dat dan helemaal. Dat is helemaal niet nodig. Oh, goed, dat is goed. Dank je wel, Brecht en Filip. Dank je wel.